Een 48-jarige vrouw die een kamerik, een 50-jarige kamerik neerstak, is opgenomen in het psychiatrisch penitentiair centrum. De vrouw stak de man maandag 6 augustus neer. De aanleiding waren relationele problemen. De man is zwaar gewond, onder andere aan de longen, en is inmiddels meerdere keren geopereerd. De foyer aan de Oostsingel is heropend door wethouder Bom Duindam van de gemeente Woerden. De foyer werd bedreigd door sluiting, door bezuinigingen. Door een sterke samenleving zorgde Woerden ervoor dat er inmiddels een grote variatie aan gevleugelde vrienden te vinden is in de hokken. Nou, ik denk dat hij een tandje zwaarder gaat. Dit weekend was er in Montfoort het jaarlijkse trekpoedingspectakel. Met op zaterdag trekkers van 3,5 tot 11 ton. Maar het weekend begon met de grote trucks van 9,5 ton. Met gemak. Minder snel ging het op de snelweg A12, waar deze week vrachtwagenchauffeurs een langzaam aanprotest hielden. Enkele chauffeurs reden niet harder dan 60 op de snelweg, waardoor een stoet langzaam rijdend verkeer ontstond. De chauffeurs wilden zo aandacht vragen tegen loondumping. Volgens hen is er onvoldoende controle op buitenlandse collega's die in Nederland rijden. Dat was het voor nu. Er is meer nieuws, maar ook meer video's op onze website. En dat is woerden.tv.